Toen we hadden besloten om naar Tanzania te gaan, kregen we het verzoek van de Stichting Public Relations voor Land- en Tuinbouw of we bereid waren om zo nu en dan een artikel te leveren voor hun tijdschrift 19 Nu. En dat hebben we met heel veel plezier gedaan. En we hebben hier een eerste artikel met als kop Rinus van Wezel, ik popel om te beginnen. En de introductie die werd geschreven lezen we hierbij voor. Rinus van Wezel, 38, en zijn vrouw Corrie verblijven sinds kort in Tanzania. Ze maken deel uit van een Nederlands team dat in 5 jaar tijd een boerderij van 2000 hectare moet opbouwen in een uitgestrekte wildernis. Deze boerderij, de Kiberege Maize Farm, moet maïs en sojabonen gaan produceren als voedsel voor de Tanzanianen. De Van Wezels zijn niet voor het eerst in Afrika. Van 1967 tot 1975 woonden en werkten ze in Kenia bij het op poten zetten van een katoenproject. Daarna verbleven ze bijna 5 jaar in Nederland, waar Rinus eindredacteur werd van het ZLM Land- en Tuinbouwblad. Corrie werd een druk bezette huisvrouw en de zoons Jackie en Christian werden gewone schoolkinderen die voor het eerst van hun leven les kregen van een echte onderwijzer. Voordien hadden zij privéonderwijs ontvangen van hun moeder. Het ontwikkelingswerk bleef Rinus en Corrie echter trekken. Na veel overleg, waarbij de kinderen volop inspraak hadden, besloten ze hun werkkracht weer aan de opbouw van een stukje Afrika te besteden. De twee zoons waren enthousiast, ook al betekende dit besluit voor hen dat ze hun ouders maandenlang niet zullen zien. Ze zijn naar een internaat gegaan om hun schoolopleiding voor te zetten en zullen alleen in de vakanties naar hun vader en moeder reizen. Maar alle enthousiasme ten spijt was het afscheid voor het viertal heel erg moeilijk. Rinus houdt ons met uitvoerige brieven op de hoogte van zijn werk in Kiberege, ten einde de lezers van 19 Nu een kijkje te geven in het dagelijkse werk op zo'n ontwikkelingsproject drukken we zijn jongste brief hierbij af. Hier op de Kiberige Meesboerderij zijn we nu helemaal gewend. Ja, zo'n overgang van een koud naar een warm land vergt in het begin heel wat van je lichaam. De eerste weken gutste het zweet met emmers tegelijk uit de poriën en dagelijks dronk ik minstens 5 liter water. Bovendien had ik 's avonds loodzware benen en mijn vrouw en ik lagen al om 9 uur in bed. Acclimatiseren noemen ze dat, nou, ik kan u verzekeren dat het knap vermoeiend is. Maar gelukkig is die periode nu voorbij. Het is nu, ik dit schrijf, eind april, in Kiberege nog erg nat. Iedere dag regent het, soms een klein buitje, maar dan weer langdurige stortregen. Alles bij elkaar, heel april rond de 400 mm regenwater opgeleverd. Al dat water moet ook weer verdampen of worden afgevoerd. Jammer genoeg is dat laatste erg moeilijk, want de kleine riviertjes die door het projectgebied lopen, hebben te weinig afvoercapaciteit. Bovendien krijgen we veel meer water in het land dan wat er uit de regenwolken valt. Onze toekomstige landerijen liggen aan de voet van de Gologolo-bergen en de regen die daar valt wordt via snelstromende bergriviertjes ook naar ons land gevoerd. Jammer genoeg heeft men daar destijds bij de voorbereiding van deze ontginning onvoldoende rekening mee gehouden en het is hier dus veel natter dan werd voorzien. Weliswaar is veel regen goed voor maïs, maar wanneer het water lang op het land blijft staan, dan stikken en verrotten de jonge wortels of de kiemende zaden en komt er van een goede oogst helemaal niets terecht. Kortweg gezegd, van de drainage hier deugt helemaal niets. We kunnen al onze enthousiaste plannen wel vergeten als we niet eerst de ontwatering grondig aanpakken. Daar hadden we dus niet op gerekend en de werkzaamheden die we daardoor uit moeten voeren zorgen voor een extra belasting van de machines en van de mensen die het werk moeten doen. De andere teamleden vertelden ons dat in de droge tijd hier alles kaal en dor is. Nadat het was gaan regenen in januari begon plotseling het gras weer te groeien en nu staat het gras overal ongeveer 1,5 tot 2 meter hoog. Een onvoorstelbaar onoverzichtelijke wildernis. Daartussen staan dan nog de bomen van het oerbos. Wanneer je het land straks waar maïs moet groeien nu bekijkt, lijkt het veel meer op een groot moeras dan wat anders. Mensen wonen er helemaal niet, wel troffen we vorige week nog heel veel verse sporen aan van olifanten en grote kudden buffels, die op de iets hoger gelegen gronden een uitstekend graasgebied hebben.
Toch zal binnenkort, wanneer de regens voor een groot gedeelte ophouden, na een poosje het gras gaan verdorren. Daar zijn we dan best heel erg blij mee, want zodra dat gras droog genoeg is, steken we het in brand. Het vuur zal het gras verbranden en dan krijgen we weer wat zicht op ons werk. Men zegt dat het enorme vuurzeeën zullen zijn. Je zou denken dat daar die bomen ook van doodgaan, maar dat is niet zo. Die zijn zo taai en hard dat ze best tegen een korte, hevige gloed van brandend gras kunnen. Maar met de ontginning kunnen we niet wachten tot we al het gras hebben afgebrand. Zodra de grond de zware machines kan dragen, willen we beginnen. Door dat lange gras kun je bijna niet zien waar je met de bulldozer of de trekker rijdt. Wanneer de grond overal even vlak was, zou dat nog geen probleem zijn. Maar het is hier helemaal niet vlak. Overal zijn verraderlijke gaten waar je zelfs met een grote bulldozer in kunt vallen. Meestal zijn die gaten ook nog veel natter dan de omgeving en daardoor loop je dan weer grote kans dat de machine vast komt te zitten in de modder. Wanneer je op het ogenblik hier een gat graaft, dan kom je na ongeveer 50 centimeter al op het grondwater. Er zijn nog meer verraderlijke hindernissen in dat hoge gras. Oude boomstronken bijvoorbeeld. Meestal zijn die keihard. Je ziet ze niet en voor je het weet heb je er een botsing mee met alle kwalijke kans dat er iets aan de machines kapot gaat. Een andere lastige bijkomstigheid zijn de vele bijen- en wespennesten. Die insecten worden razend als een bulldozer ineens de boom omduwt waarin ze hun nest hebben gebouwd. Ze zwermen uit en voeren een felle aanval uit op de bulldozerchauffeur. Het is gebeurd dat zo'n chauffeur dan in paniek van zijn nog rijdende machine sprong en dol van de pijn kruinend in elkaar zakte terwijl de bulldozer intussen in zijn eentje doorreed om tenslotte met veel schade en geweld ergens tegen aan te komen. We hebben er een regel van gemaakt dat geen enkele bulldozer in een gebied mag werken voordat een groep werklieden dit land nauwkeurig heeft verkend. We sturen ze dan met stokken, gewapend, hand in hand in een lange rij naast elkaar door het hoge gras. Nesten van bijen en wespen worden vernietigd, diepe gaten worden gemarkeerd, evenals dikke oude boomstompen. Veiligheid voor alles, dat geldt ook hier in de Afrikaanse wildernis. In de eerste plaats om de mensen te beschermen en in de tweede plaats om het werkmateriaal zo lang mogelijk heel en in goede conditie te houden. Want owee, als hier iets kapot gaat, het kost erg veel moeite het gerepareerd te krijgen. En daarom hebben we bijvoorbeeld de chauffeurs die nu in opleiding zijn ook steeds weer op het hart gedrukt dat we helemaal niet blij zijn met mensen die ruw omgaan met het materiaal. We hebben veel liever dat iemand rustig werkt en iedere dag, zeg maar 2 hectare grond ontbost, maar zonder onderbrekingen, wel een hele maand doorgaat. En dan dat er een wilde bras zien die 5 hectare per dag doet, maar na 2 dagen al zoveel heeft kapot gereden, dat zijn machine een maand werkloos wachtend op onderdelen en reparatie in de werkplaats moet staan. Geduld oefenen. De natte tijd vergt veel van mijn geduld. Ik sta te popelen om te beginnen en er wacht zo'n enorme hoeveelheid werk dat iedere dag die we eerder kunnen beginnen mooi meegenomen is. Toch moeten we wachten. Het heeft geen zin om iedere keer weg te zakken in de modder. Wat dat betreft heb ik gisteren gemerkt. Ik was met 6 leerling bulldozer chauffeurs aan het trainen op een hooggelegen stukje grond en om de beurt moesten ze dan samen met mij een half uurtje met de Cat D6, dat is het type bulldozer, aan het werk. Tegelijkertijd moesten ze ook leren om bomen uit de grond te duwen. En opeens zakten we echter aan 1 kant helemaal in de modder. Zelfs die sterke bulldozer met zijn grote rupskettingen kon niet meer loskomen. Met een andere bulldozer hebben we toen de vastgelopen machine weer weg kunnen trekken. Nou ja, dat was een stevige waarschuwing om geduld te oefenen. Intussen ga ik door met de rijschool. De leerlingchauffeurs hebben er enorm veel plezier in. Ze zouden het liefst 's morgens bij het eerste ochtendgloren al beginnen. Er wordt niet alleen praktijk onderwezen, er is ook een portie theorie bij. Gelukkig spreek ik de taal van het land redelijk goed, en dat is Swahili, zodat ik de lessen in het Swahili geven kan en de leerlingen snappen dan ook vlugger wat je probeert uit te leggen. De vaardigheid van de trekker en bulldozerchauffeurs is van groot belang, want zij zijn de voortrekkers bij de ontginning. Aan hun opleiding besteed ik dan ook de grootst mogelijke aandacht. De meeste machines en werktuigen arriveren uit Nederland in de haven van Dar es Salaam. Per spoor, de Tazara-spoorlijn, komen ze dan naar Kiberege. De bijna 2000 kilometer lange spoorlijn van Dar es Salaam naar de kopermijnen van Zambia loopt namelijk langs het dorpje Kiberege. Deze Tazara-spoorweg is voor ons van groot belang. In Dar es Salaam worden de wagons op containers met spullen voor onze boerderij geladen.
Zodra het weer wat voor, er weer wat voor ons is gearriveerd, weten de mensen ter plaatse ons dat onmiddellijk te melden, want ze hebben er zelf ook plezier in dat er iets groots in hun streek gaat gebeuren. Nu komen de meeste machines en werktuigen als levensgrote bouwpakketten aan. Ze worden zo compact mogelijk vervoerd, want dat scheelt laadruimte in de schepen. Zodoende ben ik weken aan een stuk met mijn ploegje aanstaande chauffeurs bezig geweest om die werktuigen in elkaar te zetten. Het waren net grote bouwdozen waarmee je heerlijk kon spelen. Maar pas op, het is zwaar spul en een ongeluk ligt in een klein hoekje. Helaas klemde een van mijn mensen het topje van zijn vinger af toen er een zware ploegbalk opviel. Het monteren van die werktuigen is trouwens erg nuttig voor de toekomstige chauffeurs, want wanneer ze straks met die dingen in het land werken, weten ze tenminste hoe alles in elkaar zit. Als er dan iets stuk gaat, kunnen ze ook helpen om dat te repareren of door een nieuw onderdeel te vervangen. Ons machinepark is nu gelukkig zo goed als compleet. Er moeten nog een paar dingen komen, maar dan hebben we het wel gehad. Soms maken de mensen in Europa of Amerika fouten bij de verzending en geven bijvoorbeeld verkeerde onderdelen mee. Dat kan me behoorlijk boos maken, want in Afrika kun je niet zomaar even naar een dealer gaan om de juiste onderdelen te halen. Ook hebben verschillende machines veel geleden van de zeereis en van de opslag in de haven. Veel roest en beschadigingen. Er is ook gestolen. We kregen een vrachtwagentje binnen. Daarvan had men de radiator, de accu, de startmotor en de koplampen en nog verschillende kleinere dingen gestolen. Waarschijnlijk is dat gebeurd terwijl de auto op de trein stond. Dan kun je goed nijdig worden, maar ja, dat helpt niet. Je komt er toch niet achter wie de dief is geweest. De wateroverlast geeft ons dus extra werk. We zullen kilometers lange drainagesloten moeten graven en toch hebben we grote plannen voor het jaar 80-81. We hebben ons tot doel gesteld in het komende jaar omstreeks 500 hectare te ontbossen, te ploegen en dan voor 15 januari 1981 zaai klaar te maken. En vervolgens willen we binnen 4 weken de 500 hectare inzaaien met mais. Zodra dan de droge tijd aanbreekt, gaan we beginnen aan een deel 2 van de ontginning, net zolang tot we 2000 hectare klaar hebben. Of we ons doel zullen bereiken is nog de vraag. We hebben met veel onzekerheden te maken. Een grote vraag is bijvoorbeeld of de bomen zich gemakkelijk laten ontwortelen. En een andere vraag is hoeveel tijd het zal kosten om de grond te egaliseren. Veel hangt er af van de vaardigheid en kundigheid van de mensen, van hoog tot laag, die meewerken aan dit project. Jammer genoeg zijn er weinig kundige vaklieden. Monteurs bijvoorbeeld zijn erg moeilijk te krijgen. Wanneer er al een goede Tanzaniaanse monteur is, dan heeft hij meestal helemaal geen zin om te werken in zo'n afgelegen gebied als waar wij onze maïsboerderij beginnen. Als hij in Dar es Salaam, de hoofdstad, blijft werken, verdient hij zeker zo goed en bovendien kan hij na de officiële werktijd links en rechts nog een aardig centje bijverdienen. Hier gaat dat niet. Naast onze boerderij is er alleen maar wildernis, alleen maar Shamba Yawanyama. Dat betekent in het Swahili land van de wilde dieren. Van de Tanzaniaanse regering moeten we de monteurs ook niet meer betalen dan volgens de strakke voorschriften is toegestaan. Maar er staat niet dat je heel goede monteurs bijvoorbeeld geen gratis woning en voedsel en kleding mag verstrekken. Dat noemen we dan maar roeien met de riemen die je hebt. Er ligt hier op 400 kilometer van de oceaan een zware ankerketting van een zeeschip. Die hebben we gekocht voor ons werk. We gaan er bomen en struiken mee uit de grond trekken. De beide uiteinden van de ketting worden aan 2 bulldozers vastgemaakt en die trekken de ketting dan in een lus over de grond. Achter die 2 bulldozers rijdt de derde, die alleen maar in actie komt wanneer het tweetal met die ketting een boom tegenkomt die niet wil omvallen. Hij geeft dan de boom een extra duwtje. Wel is het een lang verhaal geworden nu, maar ik had dan ook heel veel op mijn hart. Ik hoop dat er in de komende vakantietijd in Nederland net zo lekker warm wordt als het hier altijd is. Dank u wel, Rinus van Wezel. Ja, dat was mijn eerste brief die ik schreef naar 19 nu en die dan ook volledig werd afgedrukt in het blad 19 nu. Dat werd in een oplage verstrekt destijds, als ik het goed heb, van 10.000 exemplaren. En dat was voornamelijk bestemd voor opiniemakers die de agrarische sector beter moesten leren kennen, waaronder dus onder andere ook de mogelijkheid van een boerenjongen, een boerenzoon, zoals ik mezelf mag noemen, die aan ontwikkelingswerk begon en samen met zijn vrouw in de wildernis van Afrika zijn beste krachten probeerde in te zetten. Dank u, tot de volgende keer.